Leave the light on. Say, Mama, Papa, do. Leave the light. Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Karin Joon. Vandaag wil ik je graag laten zien hoe ik dit fotolijstje gemaakt heb voor Jeremy met sterren en ik heb het gemaakt van klei. En je maakt kans om de giveaway te winnen, de Wilton Make Any Message Letterpress, waarmee ik de letters in de klei gedrukt heb. Ik werk deze keer met een MDF plankje. En dit is de klei die ik eigenlijk altijd gebruik, het liefst tenminste. Deze komt van de Action en het merk is Creal en het heet Do and Dry. Het droogt dus gewoon aan de lucht. Het is heel lekker zacht en makkelijk om mee te werken en het is wit. Dus dat is fijn. Deze klei die heeft vezels erin en dat merk je als je het afbreekt. En die vezels die zorgen ervoor dat de klei, het werk wat je maakt, het werkstuk goed stevig aan elkaar blijft zitten. Het nadeel is er wel van dat wanneer je er vormpjes uitsteekt, dat je altijd blijft zitten met rafeltjes, maar die kun je dus heel makkelijk wegwrijven. Voor dit werkstuk verwacht ik niet meer dan de helft van de klei nodig te hebben. En uiteindelijk zul je zien dat ik daar zelfs nog maar de helft van nodig heb. Dus met uiteindelijk een kwart stuk kom je er wel. Maar je hebt wel een beetje meer nodig om makkelijk te kunnen uitrollen. Sieraden uit om te voorkomen dat er allemaal putjes in mijn werk komen. Zoals ik de vorige keer al zei, ik werk met een PVC-buis om de klei uit te rollen. Je kunt natuurlijk ook een gewone echte deegroller gebruiken. Ik wil vandaag een dun plakje klei gebruiken, omdat het niet op zichzelf hoeft te staan. Het zal op het MDF-plaatje komen, dus dan heeft het daar genoeg steun aan. Dus ik wil het dun uitrollen en daarom gebruik ik vandaag twee verflatjes die ik van Karwei heb. Geen punt bij Karwei. Dus dat is wel makkelijk. Door de twee verflatjes aan weerszijden van mijn plakje klei te leggen, kan ik er dus voor zorgen dat het overal gelijkmatig dik wordt. Give me love. En als ik het nodig vind om de plakklei nog wat groter te hebben, dan haal ik de latjes gewoon weg en dan rol ik het gewoon nog wat platter. Het maakt niet veel uit vandaag. Ik leg het MDF plaatje op de klei en snij met een gewoon keukenmes rondom de klei netjes af. De kleiplak is nu perfect even groot als mijn MDF plaatje. En je kunt zien dat er een hele mooie laag op ligt. Nu wil ik ervoor zorgen dat deze laag niet terugkrimpt bij het drogen. En wat ik doe om dat te voorkomen is het wrijven van het randje van de klei. En ik wrijf het net iets over het MDF plaatje heen. Op die manier blijft de klei tijdens het droogproces een soort van zich vasthouden aan het MDF plaatje. En anders dan krimpt hij terug en dan vervormt hij een beetje. Dat moeten we niet hebben. Bovendien maakt dit wrijven dat je een afgeschuind vlak krijgt rondom. En dat vind ik zelf ook heel mooi. En het geeft meer een handmade effect, omdat het ook niet helemaal perfect wordt. Ik maak me nog geen zorgen om de oneffenheden aan het randje van de MDF plaat, want die lossen we later met een likje verf makkelijk op. Zorg ervoor dat er echt een beetje klei over het randje heen hangt, want anders heeft de klei niet genoeg grip op het plaatje hout. Dit is de Make Any Message letterpress van Wilton en zoals je al eerder gehoord hebt, geef ik hem weg. Ik heb er nog eentje helemaal nieuw. Dit is die van mij, die krijg je niet, maar ik geef een nieuwe weg. En het leuke van dit setje is dat je dus woorden kunt maken van al deze letters en ze kunt drukken in de klei. Eigenlijk is het setje bestemd voor het gebruik in taartdecoratie, zoals fondant en marsepein. Maar wij gebruiken het lekker voor klei. Als je hem krijgt van mij, als je hem wint, kun je hem natuurlijk ook net zo goed voor fondant en marsepein gebruiken, want daar is hij eigenlijk voor bestemd. Ik schuif de letters in de liniaal en aan de achterzijde door de liniaal heen kan ik het woord lezen. Dat helpt mij om geen fouten te maken in mijn spelling.
Ik heb het woord of de naam Jeremy geschreven, dat is mijn zoontje. En de M en de W in deze letterset die zijn hetzelfde, het is een kwestie van omdraaien. Omdat de letters makkelijk uit de liniaal schuiven, plak ik een stukje klei aan weerszijden om de letters goed op hun plek te houden. Dan heb ik daar geen last meer van. En wanneer je klaar bent, kun je die klei heel makkelijk verwijderen. Die laat ook niets achter. Zo schuiven de letters ook niet meer heen en weer. Ik bepaal eerst mijn compositie op mijn vlak. Dit is een vierkant koekjes uitsteekvormpje. Die komt, eigenlijk is het niet voor koekjes, het is voor Fimo. En dat is een steruitsteekvormpje, zal ik straks even wat meer over vertellen. En ik wil daar dus mijn naam uitgestoken hebben. Of ingedrukt, want je steekt de letters niet uit, je drukt ze in. Het is een letterpress, dus je drukt in de klei en daar staat dan Jeremy. Mooi is dat, hè? Ik vind het zo goed werken, de letterpress, ik ben heel blij mee. Je zou ook de ster als letterpress kunnen gebruiken, maar ik kies ervoor om het straks als relief erop te plaatsen. Nou, deze uitsteekvorm is dus niet voor koekjes, maar je kan het daar wel voor gebruiken. Die van mij was vuil, ik ben niet altijd zo netjes, dus ik had hem niet netjes schoongemaakt sinds de laatste keer dat ik hem gebruikt heb. Maar met een mes schraap je hem zo schoon. Ik heb hem ooit bij Pipo's gekocht en het is eigenlijk voor het werken met Fimo. Dat is ook een soort klei. Maar ik ga hem dus nu gebruiken om een klein raampje uit te drukken in mijn fotolijstje. Ik leg mijn uitsteekvorm eerst rustig neer, zodat ik zeker weet dat die ligt zoals ik hem hebben wil. Want je kan dit echt maar één keer doen en daarna kun je het heel moeilijk corrigeren, dan weer opnieuw te beginnen. En ik druk dus de uitsteekvorm helemaal door tot op het hout. Ik beweeg het een heel klein beetje, want ik wil dat het de klei daar echt loskomt. Het voordeel van de klei is namelijk dat het niet blijft plakken op het hout. Dus met een mesje en een beetje omhoog lichten krijg ik hem er zo uit. Handig, hè? En dan zie je die rafelige randjes weer en je ziet het hout van het MDF plaatje erdoorheen. Daar moet later een foto op komen of inkomen. En ik moet zeggen dat op het moment dat ik dit maak, weet ik nog niet zeker hoe ik dat ga doen, maar we vinden wel een manier. Dit is een klein gereedschapje speciaal voor het werken met, volgens mij ook voor taartdecoratie, meestal als het roze is. Hè? Ja, dit soort gereedschapjes ook voor het werken met klei. Maar dit setje heb ik gewoon van de Xenos. En daarmee wrijf ik dus die rafelrandjes glad. Nu is het tijd voor mijn sterren. Ik had gedacht 3 sterren te plaatsen en die wil ik niet te dik hebben. Dus ik gebruik mijn latjes van karwei. Die gebruik ik om mijn plakje klei de hoogte te bepalen. Nou, deze sterren komen uit deze set. En die set heb ik gevonden bij de Vibra. Niet zo lang geleden. Ik weet niet of ze nog te koop zijn, want bij Vibra gaat het altijd heel snel. Maar dat zijn dus koekjes. Uitsteekvormpjes. Het was maar €1,29. Dus dat is ook leuk. En dan is het zoeken op mijn compositie waar ik tevreden over ben. En eigenlijk vond ik dit niet helemaal werken, want ik vond de sterren net iets te groot voor de ruimte die ze innamen om ze naast elkaar te leggen. Dus nou goed, ik was een beetje aan het zoeken en uiteindelijk heb ik het helemaal veranderd. Uiteindelijk heb ik dus besloten om een grote en een kleine ster te gebruiken. En een aantal mini-sterren eromheen. En die komen van dit uitsteekvormpje. En die heeft een soort ejector, zeg maar. De kleine sterren hebben natuurlijk ook rafeltjes en die haal ik weg met een gereedschap. Dat kun je doen met een boterhammesje of zo hoor. En die wrijf ik zo voorzichtig glad.
Bij de grote sterren kun je makkelijk je vingers gebruiken om ze glad te wrijven. Er is ook klei op de markt die geen vezels geeft wanneer je het uitdrukt. Bijvoorbeeld die van de HEMA. Dat is kinderklei in een beetje grijsbruine kleur. Het nadeel van die klei is wel dat het, omdat het dus geen vezels heeft, ook makkelijker breekt als het droog is. Dat is typisch het werk wat je van vroeger kent. Dan had je een heel mooi werkstuk gemaakt als kind en dan had het gedroogd en de volgende dag kom je terug en je poppetje was onthoofd of zo, of zijn arm was gebroken. Nou, die teleurstellingen heb je met deze klei amper. Met een beetje vocht plak ik de sterren vast en druk ik ze een beetje aan op de ondergrond. Ik gebruik een kleine schroevendraaier om stiksteekjes te suggereren door de schroevendraaier op plekjes in te drukken met wat ruimte ertussen. Met een grotere schroevendraaier wil ik ook een randje maken, stikselrandje maken aan de buitenrand van mijn fotolijstje. En dan vind ik het makkelijker om gewoon een kort stukje in mijn hand te hebben dan zo'n grote schroevendraaier. Het geeft meer controle, dus het bitje heb ik gewoon eruit getrokken. Give me love. Mijn fotolijstje is nu klaar om te drogen. En dat doe ik deze keer in de oven, een half uur 130 graden. Maar je kunt het ook een nachtje laten liggen. Deze klei blijft flexibel, ook na het drogen. Dan kan je hem een beetje doorbuigen. Het voordeel daarvan is dat het niet makkelijk zal breken. Je werkstukken zijn dus stevig. Wat ik nu probeer is met een mesje, met een spateltje of een ander scherp mesje, net een beginnetje te maken precies tussen de klei en het MDF plaatje of het houten plaatje wat je ook gebruikt hebt. En als je daar eenmaal een beginnetje hebt gemaakt, dan kun je vrij makkelijk de klei lossnijden van je ondergrond. Want zoals ik al zei, de klei plakt zelf amper op de ondergrond. En bovendien is het niet zo heel hard. Dus je kan het heel makkelijk doorsnijden. En dan is het ook gewoon los van het hout. De klei komt nu dus ook heel makkelijk los van het hout, omdat het er niet op plakt. En dan zie je ook dat de klei heel flexibel blijft. Dat is de eigenschap van deze klei die van de Action komt, dat Do and Dry. En die flexibiliteit die blijft hoe droog de klei ook wordt. Het voordeel daarvan is dat het niet makkelijk zal breken. We hebben nu een perfect passend stuk en het is tijd om de foto te plaatsen. Ik heb gekozen voor een zwart-wit foto van Jeremy toen hij een keer met mij in het park was. Lekker stoer. En hij moet dus precies op die plek komen achter dat raampje. Daarvoor neem ik een stukje plakband en die bevestig ik achter de foto aan de bovenzijde met een klein randje op de foto. Dan positioneer ik mijn fotolijstje over de foto en druk hem een beetje vast op de plek van het plakband. Zo blijft mijn foto even keurig op zijn plek hangen. En dat geeft me net genoeg tijd om hem op de juiste plek te plakken op het hout. Het plakken doe ik gewoon met watervaste lijm. Omdat ik maar een klein randje had vastgeplakt, kan ik het plakband er zo makkelijk achter vandaan trekken. Vervolgens breng ik ook lijm aan op het hout en lekker overvloedig. En dat is om de plakklei vast te plakken. En daarbij breng ik ook wat extra aan op de hoekjes. Ik druk het hele fotolijstje even goed aan op alle punten, zodat de lijm goed uitgespreid kan raken onder de klei. De randjes heb ik met muurverf wit geverfd. Gewone witte muurverf, wat je gewoon voor de plafonds gebruikt, is eigenlijk de perfecte kleur die past bij deze klei. Dus dan hoef je verder niets meer aan te mengen ofzo. Alleen ik heb de kleiresten hier niet verwijderd.
dacht van, nou, dat merk je dan niet. Maar dat viel me een beetje tegen toen het eenmaal klaar was. Vond ik het toch storend. En ik laat je straks graag zien hoe ik het weg heb gehaald. Dat heb ik al achteraf alsnog gedaan. Ik wil graag glitter aanbrengen op de medium grote ster. Gewoonlijk gebruik ik hiervoor Mod Podge. Dat is een geweldige lijm voor allerlei creatieve doeleinden. Maar ik heb gehoord dat het ook gewoon met witte kinderlijm kan. Dus deze gebruik ik dan. Deze is van 6 volgens mij. Maar ja goed, er zijn zoveel witte kinderlijmen, die kan ze overal vinden. Ik breng deze overvloedig aan op mijn ster met behulp van een kwastje. Dan neem ik hele fijne witte glitter en die strooi ik ook overvloedig over de lijm. Dit is hele fijne glitter uit een hobbyzaak. En om ervoor te zorgen dat de glitter goed plakt in de lijm, neem ik gewoon een stukje wit papier en druk ik het nog een beetje aan. De overige glitter die gooi ik er weer af op een blaadje, zodat ik mijn glitter weer terug kan gooien in mijn flesje. Hier zie je de oneffenheden, het relief dat de klei heeft aangebracht op de rand. En dat stoorde me dus achteraf toch. En ik laat je zien hoe ik dat verwijderd heb. Maar ik adviseer jou dus om dat eerst te verwijderen en dan pas over te verven. Dan hoef je geen dubbel werk te doen zoals ik heb gedaan. Ik gebruik hiervoor een, hoe heet zoiets, glaskrabber of glasmes of iets dergelijks. Je vindt ze vaak in van die pakketjes met Stanley mesjes, afbreekmesjes. En als je die zeg maar in een schuine hoek op het hout, dan kun je heel vrij makkelijk die klei eraf schrapen. Want de klei, zoals ik al eerder zei, plakt niet zo goed op het hout. En als je dat nou eerst doet en dan verft, heb je een perfect resultaat. Daarna kon ik heel makkelijk de randjes weer herstellen met dezelfde verf. Mijn fotolijstje is nu eigenlijk helemaal klaar, maar het enige wat het nog nodig heeft is een mogelijkheid om het op te kunnen hangen. Ik gebruik daarvoor schilderijhaakjes die van de bouwmarkt komen en die wil ik hier bevestigen. Doe dat niet te hoog, anders zijn ze zichtbaar aan de voorzijde, maar zorg ervoor dat ze echt helemaal vallen achter het lijstje en daar gebruik ik een lijmpistool voor. Daarmee druk ik gewoon de stukjes vast. Ze hebben gaatjes zodat je ze kunt vastspijkeren. Maar waarom zouden we dat doen als we een lijmpistool hebben? Geweldig ding is dat. Let wel op met een lijmpistool, ze worden heet. Dat is de manier waarop ze de lijm smelten. Dat is eigenlijk gewoon zacht plastic. Maar het plakt geweldig. And I give it back to you. Maar achteraf gezien bedacht ik dat ik het toch fijner vond als dit fotolijstje gewoon kon staan. Juist omdat hij zo klein is. Dus ik heb een stuk karton genomen. Dit is de achterkant van een schrijfblok. En dat heb ik omgevouwen met 2 korte stukjes en 2 lange stukken. En dat maakt dat het lijstje kan staan en dat het steunt op dat karton. En dat karton heb ik weer vastgeplakt met mijn lijmpistool. Zoals je ziet heb ik aan de achterkant verder niets gedaan, dus het ziet er lekker slordig uit. Ik vind het ergens wel zijn charme hebben, dan kan ik altijd zien hoe het gemaakt is. Mocht ik het als cadeau maken, dan maak ik er wel wat mooiers van. En daarmee is mijn fotolijstje klaar. Ik vond het heel leuk om te doen. En nog leuker vind ik het als ik jou heb mogen inspireren om ook aan de slag te gaan. Lekker met klei en met uitsteekvormpjes. En als je dan wat moois gemaakt hebt, stuur je dan een foto. Want ik vind het altijd heel leuk om te zien wat jij ervan maakt. Ik geef dus deze Wilton Make Any Message Letterpress weg. En je kunt hem winnen door mee te doen. En meedoen doe je door te delen, te reageren of te liken op Facebook, op YouTube hier of op mijn blog. En hoe vaker je dat doet, hoe meer je dus meedoet. En je ziet, ik heb een hele nieuwe voor jou gekocht waar de letters nog allemaal keurig
aan elkaar vastzitten. Ik hoor graag van jou en ik vind het heel leuk dat je geweest bent. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Karin Joon. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Bezoek dan mijn blog www.karinjoon.nl. Daar vind je een lange, steeds groeiende lijst van mijn projecten. Ik werk met allerlei media zoals papier, inkt, stof, klei, verf, maar ook met digitale fotografie en fotobewerking. Je kunt mij ook volgen op Blogloving, YouTube, Facebook en Pinterest. Op mijn YouTube-kanaal vind je al mijn procesfilmpjes. Op Pinterest neem ik je mee in heel veel inspiratie en ideeën die ik op het net vind. En op Facebook hoor ik heel graag van jou en laat ik je allerlei leuke dingen zien. Je vindt mij op het internet als Karin Joon. Hartelijke groetjes en tot een volgend project!